Vandaag maak ik een meloensoepje met krokante ham. En die laatste, daar ga ik mee beginnen. Gewoon een droge pan op het vuur. Dan ga ik die ham even mooi droog krokant bakken. Die laat ik even uitlekken op een papiertje. Zodat het overtollige vet er echt uitgaat, waardoor ze nog krokanter worden. En dan kunnen we verder met de hoofdrolspeler, de meloen. De pitjes eruit. Dan ga ik even 10 bolletjes met het meloenboordje eruit halen. Dit meloenbolletje mag goed wat verse grove peper. Deze laat ik gewoon eventjes gewoon marineren. De rest van het vruchtvlees van de meloen eruit. Daarbij mag wat yoghurt. Sap van een sinaasappel. Even goed rollen, dan komt het sap mooi los. Pitjes even opvangen. En als laatste voor een extra zing, een beetje pit, een beetje power, een rode peper. Ondanks dat ik het dadelijk ga blenderen, ga ik de peper toch even een beetje voorsnijden. En pureren maar. Dan is het altijd te gaan serveren. Dan de meloenbolletjes. Krokante ham. Gewoon een beetje in schotjes breken en erin steken. Dan wat verse basilicum. Zo. Dus dit is de meloensoep met de krokante ham. Maar ik heb ook nog 2 andere soepjes gemaakt. En dat is een venkelsoepje met gerookte zalm. En deze garneer ik af met wat gerookte zalmsnippers. En als laatste het loof van die venkel. Dat een mooie fris zoete smaak geeft. En dan heb ik ook nog een derde soepje, een gazpacho, gemaakt. Die mag in het derde glaasje. En die garneer ik af met een beetje peper en olie. Dit zijn ze dan. De gazpacho, het venkelsoepje met de gerookte zalm en die heerlijke frisse meloensoep met krokante ham.